Welkom in deze dienst die u via Kerkomroep, YouTube en andere media wordt aangeboden. Aanwezig zijn vanochtend Rut Bos op het orgel, Pieter Oppenwal, Koster, Piet en Harriet Speelman, die zullen zingen. Jan van der Woerd maakt weer de opname en ik mag vanmorgen uw voorganger zijn en ben Jan Stap. U zult u misschien denken, maar hey, je bent toch met emeritaat? Ja, dat klopt. Maar ik heb nog geen afscheid genomen. Mijn emeritaat is het moment van dat er een vacature ontstaat, waardoor men een nieuwe predikant kan gaan beroepen. Gedurende de vacatureperiode zal ik nog regelmatig voorgaan en ook het pastoraat waarnemen en alles wat daarbij hoort. Ik hoop echter wel met wat meer vrije tijd dan voorheen. De afgelopen week heb ik dan ook maar rustig aangedaan. Nou ja, rustig een stoep eruit halen en weer opnieuw erin leggen, dat is bottenbrekerswerk. Maar ik kan me voorstellen dat u zich in deze tijd ook niet meer optimaal voelt en verlangt naar betere tijden. Tijden waarin we weer bij elkaar kunnen komen. Vorige week tijdens mijn emeritatiedienst waren een aantal kerkeraadsleden en mijn vrouw als verrassing aanwezig hier in de kerk. En ik hoop, ik heb dat als zeer prettig ervaren, om weer rechtstreeks mensen onder mijn gehoor te hebben. Even na de dienst konden we ook nog met elkaar napraten. Daarom verlang ik ook naar 3 juli, dat onze kerken weer open kunnen en we elkaar weer kunnen ontmoeten rondom woord en gebed. Vandaag is het thema vertrouwen. En in dat vertrouwen dat God met ons zal zijn, ontsteek ik de paaskaars als teken dat Jezus Christus hier aanwezig is. Waar 2 of 3 in zijn naam bij elkaar zijn, zal hij zijn, beloofde hij. We zingen lied 1005, de coupletten 1 en 4. So zoeken naar rechts, Heere,
Ook vanmorgen mogen die aloude bekende woorden klinken als nieuw. Onze hulp is in de naam van de Heer, die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die loslaat het werk dat zijn hand begonnen is. Amen. Genade zijnde en vrede van God onze Vader, van Jezus Christus onze Heer, in de gemeenschap van de Heilige Geest, die hem en ons met elkaar verbindt. Amen. We zingen lied 305, de vers 1, 2 en 3. Misschien zijn onze ogen wel blind geworden bij alle beelden die zich aan ons opdringen. Misschien zijn onze oren wel doof geworden bij alle lawaai dat ons leven onrustig maakt. Misschien is onze mond wel verstomd bij alle woorden die we onbedachtzaam spreken. Misschien zijn onze handen stram. Alle grijpen naar schijnbaar geluk. Daarom bidden wij u, zuiver ons hart. Vernieuw ons leven in het licht van uw geest. Leer ons verwachtend uitzien naar hem, Jezus, Messias, uw Zoon, die onze vrede is. Hij redt ons tot werkelijk leven, onbevreesd, vol van genade, vol van geloof, hoop, en liefde. Amen. We lezen uit Jesaja 12, de versen 1 tot en met 6. Op die dag zul je zeggen: ik zal u loven, Heer.
U bent woedend op mij geweest, maar uw toorn is geweken, u troost mij. God, hij is mijn redder. Ik heb een vast vertrouwen, ik wankel niet. Want de Heer is mijn sterkte, hij is mijn beschermer. Hij heeft mijn redding gebracht. Vol vreugde zullen jullie water putten uit de bron van de redding. Op die dag zullen jullie zeggen, loof de Heer, roep zijn naam uit. Maak alle volken zijn daden bekend, verkondig zijn verheven naam. Zing een lied voor de Heer, wonderbaarlijk zijn zijn daden. Laat heel de aarde dit weten. Jubel en juich, inwoners van Sion, want groot is de Heilige van Israël, die in jullie midden woont. Tot zover de schriftlezing. Halleluja. Amen. We zingen lied 302, vers 1 en 4. Ik wil samen nadenken over de woorden een vast vertrouwen. En toen dacht ik, wat is dat nou eigenlijk vertrouwen? En toen ik daarover na zat te denken, kwam ik eigenlijk tot de ontdekking dat vertrouwen niet altijd hetzelfde is. Je hebt verschillende soorten vertrouwen.
En de soorten vertrouwen die ik ontdekte waren zelfvertrouwen, horizontale vertrouwen en verticale vertrouwen. Eerst maar iets over zelfvertrouwen. De een heeft daar meer van dan de ander. De een is zelfbewust, heeft geen twijfel over zijn talent, over zijn doen en zijn laten. Hij weet het precies of zij. Maar iemand die te veel zelfvertrouwen heeft, kan heel arrogant overkomen. En arrogante mensen zijn geen prettige mensen om mee om te gaan. Wie weinig zelfvertrouwen heeft, heeft bij elk nieuw moment in het leven pijn in zijn buik. Van, zou het wel goed gaan? Nu leven we in een tijd waarin ons lichaam en onze geest eigenlijk wel een klein bedrijfje lijken. Het moet altijd van het beste zijn. En daardoor moeten we ons ook steeds weer verbeteren, qua uiterlijk, qua prestaties, qua doen en laten. En elk tekort moet weer omgezet worden in een plus, naar beter. En het liefst naar perfectie. Want volgens de huidige maatschappelijke normen zijn succes en geluk synoniem. Minder is waar. Zelfvertrouwen begint bij de acceptatie, wie ben je? Wie ben ik? Wie ben ik? Niet alleen in de ogen van mensen, maar ook in mijn eigen ogen. In de ogen van mijn kinderen, in de ogen van mijn vrouw. Wat kan ik? Wat kan ik niet? En het is helemaal geen schande dat je iets niet kunt. Daar heb je anderen weer voor die dat wel kunnen en je daarbij helpen. Zelfacceptatie leert je ook om jezelf lief te hebben. En van daaruit kun je ook de ander lief hebben. Zelfvertrouwen heeft te maken met zelfkennis. En zelfkennis heeft ook weer te maken met jezelf kwetsbaar durven opstellen van, ja, dat kan ik nou helemaal niet. Wil jij me helpen? Hulp durven vragen is alleen maar goed. Ik zei al dat zelfacceptatie ook met liefde te maken heeft. Liefde voor jezelf, liefde voor elkaar. Horizontaal vertrouwen. Vertrouwen in elkaar. Vertrouwen in je partner. Vertrouwen in je kinderen. Vertrouwen in je vrienden. Vertrouwen in je werkgever en je collega's. En in dit type vertrouwen ga je ervan uit dat we elkaar niet bedriegen, maar eerlijk tegen elkaar zijn. Je gaat ervan uit dat die ander ook in jouw geest en jouw normen en waarden handelt. Maar hoe vaak gebeurt het niet in de praktijk dat het tegendeel blijkt? Ik noem maar even iets. We praten graag over elkaar en het liefst zonder elkaar. Oftewel, roddelen. In groepen mensen komt dat heel vaak voor. En ik ben bang, ook in onze gemeente. Horizontaal vertrouwen is er alleen maar daar waar je ook werkelijk om elkaar geeft. Waar je samen over dingen durft te praten. Waarin je ook durft te erkennen van, ja, dat weet ik niet zo goed. In dat soort momenten is het heel goed om heel goed naar elkaar te luisteren. Eerlijk zijn. Eerlijk zijn, maar ook het achterste van je tong durven laten zien. Niets achterhouden. Geen dubbele agenda. En dan hebben we, en daar gaan we vanochtend over, verticaal vertrouwen. De verhalen in de Bijbel gaan over vertrouwen in God. Of juist geen vertrouwen in God. Mozes bijvoorbeeld.
Mozes hoort een stem. En de stem is de stem van God. En die zegt: Mozes, ik wil dat jij mijn volk bevrijdt uit Egypte. Hij heeft het geweten. 40 jaar lang heeft hij met dat volk door de woestijn getrokken. 40 jaar lang momenten van twijfel. God in vredesnaam, wat moet ik nu met dit volk? Maar toch, hij vertrouwde op God. Hij ging iedere keer weer naar God toe. God, wat moet ik doen? In onze schriftlezing gaat het ook over vertrouwen. En die schriftlezing staat tussen de profetie over de Messias, de terugkeer uit ballingschap en de vernietiging van Baal, de ondergang. En de schrijver begint met een lofprijs. En direct erachteraan zegt hij: maar God, ik heb uw boosheid, uw woede ook in de praktijk van het leven ervaren. Toen ik daar in Babel zat. Toen ik onderdrukt werd. Toen ik gediscrimineerd werd. Want ik was en ben een Jood. Het gemeentelid die die lofprijzing uitspreekt, heeft het aan de lijve ervaren. En misschien zegt u wel in deze tijd, in de coronatijd, ja, ik heb het ook ervaren. Ik heb ervaren dat God boos was op ons. En anderen zullen juist een tegengestelde ervaring gehad hebben, namelijk dat God heel nabij was. Zo ervaren we allemaal andere dingen. Maar praten we er ook over? Durven we het ook tegen elkaar te zeggen? Durven we tegen elkaar te zeggen dat je het ervaren heeft als boosheid? Durf je te zeggen, ik heb het juist ervaren als nabijheid? Dat God redt. Daar gaat het in de Bijbel heel vaak over, dat God redt. God redde Israël uit Egypte, door middel van Mozes. God redde de mensen uit de ballingschap. En uiteindelijk in het Nieuwe Testament sterft Jezus aan het kruis om alle mensen in heel de wereld te redden, te verlossen. En u zult zeggen, ja, maar daar vertrouw ik op, dat het werk van Jezus voldoende is geweest. Natuurlijk redt God, maar hoe existentieel ervaar je dat in het leven van nu, van dit moment? Hoe voelt dat aan? Of zie je juist dat God heel ver weg is? Of is hij heel dichtbij? Ervaren wij God, Jezus, de Heilige Geest, existentieel in ons leven? En vertrouwen wij dat God voor ons zorgt? Ik moest denken aan die jonge collega uit Heerde, waar ik ook gewerkt heb. Die schreef in het kerkblad dat hij, toen hij corona kreeg en voor de tweede keer naar IC toe moest, dacht: God, ik vertrouw op u. In leven en in sterven. Het is goed. Hij is er doorgekomen, maar revalideert na al die maanden nog steeds. Wanneer we dat kunnen zeggen, wanneer we dat geloven, dat God er is in leven en in sterven, wat heb je dan een diep vertrouwen in de eeuwen. En dan kun je ook steeds weer verder, ook in tijden van moeite, in tijden van zorgen, in tijden van problemen, dan durf je naar God te gaan en te vertellen van wat je bezighoudt, waar je mee zit. Misschien zelfs wel durf je te zeggen van: God, het spijt me, maar ik vertrouw niet volledig op u. Ik vertrouw toch liever op mezelf, of op artsen, of op medicijnen. Vertrouwen is een zaak van een relatie met elkaar hebben.
En ik hoop het. We mogen straks als gemeente weer bij elkaar komen. 3 juli is het zover. Alleen we mogen niet zoals de schrijver van het stukje uit Jesaja 12 jubelen. We mogen niet juichen. We mogen niet zingen. Nou ja, als je heel voorzichtig zachtjes doet, dat het niet spreidt, dan moet het wel kunnen, maar dan ook heel erg zachtjes. Zoals afgelopen zondag, dat toch stiekem kerkenraadsleden heel zachtjes meezongen. En toch, weet u, ondanks dat anders, dat andere normaal, nou ja, abnormaal, heb ik er vertrouwen in. Ik heb er vertrouwen in dat we weer bij elkaar komen. Ik heb er vertrouwen in dat we de regels zullen handhaven. Dat we allemaal netjes op 1,5 meter gaan zitten. Ik heb er vertrouwen in dat we niet zingen. Ik heb er vertrouwen in dat we elkaar geen hand geven. Dat hebben we vanochtend hier ook niet gedaan. Ik heb er vertrouwen in dat we om elkaars gezondheid denken. Dat horizontale vertrouwen. Dat we om elkaar geven. En tegelijkertijd dat verticale vertrouwen. Dat God in ons midden zal zijn. En natuurlijk, het zou fantastisch zijn als we die zondag uit volle borst, met een orgel waar al het stof uit de pijpen geblazen wordt, maar daar zit ik niet meer in na de laatste weken, maar toch, dat we het uit zouden kunnen jubelen, en God zouden kunnen loven en prijzen. Maar we doen het niet. Want God gaf u en mij een gezond verstand. Verspreid het virus niet door dom bezig te zijn. Vertrouw elkaar. Vertrouw jezelf. Vertrouw God. Dan kunnen we in vertrouwen ook bij elkaar komen. Daarom laten we op die God vertrouwen die ons in Jezus Christus redt. Heb goede moed, want God is uw en mijn redder. Ik vertrouw op Hem en ik ben niet bang. U ook? Vertrouwt u Hem ook? En vertrouwt u elkaar? Kom dan op 3 juli gerust naar een van de kerken. Amen. We zingen lied 100, de versen 1 en 2. Thank you.
Laten we samen bidden. Goede God, dank u dat u niet ver af blijft, maar dat u in uw Zoon en in uw Geest naast ons komt staan. Dat u afdaalt in onze nood. Geef dat ons dat mag helpen en troosten. En dat ons dat steeds weer moed geeft om verder te kunnen. Help ons ook bij u te zijn in uw nood en bij elkaar in onze nood. Dat we niet weglopen voor verdriet, zorgen, maar dat we met een open oor en een open hart anderen tegemoet zullen treden. We bidden u voor hen die verdrietig zijn. Mensen die denken aan hun zoon of dochter, broer of zus, vader of moeder, kleinkind, opa, oma, vriendin of vriend die ze moesten afstaan aan de dood. God, geef hen moed om verder te kunnen met slechts de herinnering aan hun geliefden. En help ons als mensen die om hen heen staan om bij hen te zijn in hun nood en er niet voor weg te lopen. We bidden voor mensen die teleurgesteld zijn, omdat verwachtingen niet zijn uitgekomen. Omdat een relatie stuk liep. Omdat kinderen moesten zien hoe ouders uit elkaar gingen, omdat ze geen liefde meer hadden voor elkaar. Maar ook voor de jongelui die niet geslaagd zijn, die toch weer opnieuw een jaar over moeten doen. We bidden voor wanhopige mensen, omdat ze niet weten hoe het verder moet met hun leven. Voor mensen die moedeloos zijn, omdat hun leven zo kwetsbaar, zo broos is geworden, dat ze bijna niets meer kunnen. Zegen allen om hen heen en liefdevolle zorg en aandacht. We bidden voor zieken, wachtend op een operatie, herstellend van een behandeling of nog volop bezig met een traject. Geef dat ze kunnen volhouden, ook als het lang duurt of zelfs als ze hun dood onder ogen moeten zien. Geef dat ze zich geborgen mogen weten bij u. We bidden voor onze gemeente en alle die er leiding aan geven. Geef wijsheid en moed. Help ons als gemeente om hen te dragen met goede woorden. En door hen voor hen te bidden. God, er is zoveel om voor te bidden. Hoor ons dan ook als we in de stilte ons hart voor u openen. Laat zo onze gebeden in dat ene gebed samenvloeien dat Jezus ons leerde, onze Vader, die in de hemelen zijt, uw naam worden geheiligd. Uw koninkrijk komen, uw wil geschieden, gelijk in de hemel, alzo ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij onze schuldenaren vergeven. Bewaar ons ook, Heer, in die tijd. Bewaar ons in dit leven. Bewaar ons voor alles wat duisternis is. Bewaar ons voor alles wat onzeker is. Leid ons niet in verzoeken, maar verlos ons van de boze. Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen. We zingen samen lied 801, de versen 1 en 6.
Wanneer we dan aan het einde van deze dienst gekomen zijn, ontvang de zegen van de Heer om er moed uit te putten. Vertrouw op Hem, ook in de komende week. De Heer zegene u en Hij behoede u. De Heer doet zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. En de Heer verheft zijn aangezicht over u en geeft u zijn vrede. Amen. We zingen lied 425 als afsluiting.